Hey jongens, ik ben Dennis, a.k.a. Danske, en vandaag heb ik voor jullie episode 1 van een nieuwe Call of the Ghost serie. En deze serie heet Live op alle game modes. En het is gewoon heel simpel, ik speel dus gewoon een live commentaar op alle game modes die in de game zijn. En we beginnen met Team Deathmatch, we lopen gewoon heel die lijst af. En het eerste is Team Deathmatch, het volgende is Cranked. Dan hebben we Blitz, Search and Rescue, bladibladibla. Gaan we gewoon door. In ieder geval even alle game modes nalopen. Want heel veel mensen die spelen alleen maar Domination, Team Deathmatch, Search and Destroy of iets in die richting. En persoonlijk doe ik dat zelf ook. En we zijn iets later gejoined. Nou ja, dat maakt niet uit. We gaan met de Vector. Gewoon omdat ik dat eigenlijk normaal nooit doe. Dus we gaan met de Vector spelen. Ik speel eigenlijk altijd met de Assault Rifle. Dus dat is het leuke dat ik daar even... Ik denk, deze map is toch vrij klein. Gelijk een double kill. Heb ik granaten? Oh, zag ik er iemand? Niet handig. Oh, dat is wel een enemy. Lol. Ik kreeg helemaal geen hits, man. What the fuck is dit? In ieder geval, ik speel met Assault, zie ik nou. Ja, ik speel nooit met deze klas. Dus deze is ook, deze klas is voor mij ook een beetje een verrassing. Maar... Oh, shit. Daar zat iemand. Had hij me gezien? Ik weet niet, dat wel... Ja. Nou heeft hij me sowieso gezien. Oké, die gaan we niet challengen. Fuck dat. Hoe heet deze map ook weer? Ik ga zo meteen even kijken voor jullie. Kom dan. Ah, die mensen lopen nooit in mijn kogels, hè. Ik zelf wel. Deze map heet Strike Zone. Deze kennen jullie waarschijnlijk wel van eerdere gameplays. Ja, ik herken de map natuurlijk wel. Ik heb hem ook al meerdere keer gespeeld. Nou, maar de naam, ja, dat is toch even mij even weer een heel verrassing. Als ik dat ooit had moeten raden, dan was ik er nooit op gekomen. De ene enemy komt sowieso niet tevoorschijn. Ik denk dat ze hier zitten. En als ik daar dood ga trouwens, dan pak ik wel een AR. Vind ik zelf persoonlijk iets makkelijker spelen. Gewoon om mensen op grotere afstand af te schieten. Is toch wel iets fijner met AR. Vooral met die ene die ik heb. Die schiet burst. Heb je mensen met één burst hebben ze dood. Dus dat is fucking nice. En ik heb een puppy. Hallo. Hallo Dennis. Hallo. Waarom heet die Dennis? Hij moet gewoon puppy eten. Peppy. Maar dat ding moet je een naam kunnen geven. Dan noem ik hem Blackie. Onze hond heet ook Blackie. Maar trouwens als je dan doodgeschoten wordt. Is een beetje raar. Fuck dat. Onze hond kan niet dood. Hé, hey, we hebben al een kill. Hoppakee. Jij ook dood? Non de je. Ik wil even die attack heli, of weet ik hoe dat ding heet. Het is niet echt een attack heli volgens mij. Hé, hey, dit ding is trouwens ook best nice. Deze gebruik ik in het begin heel veel. Vind ik nog steeds een fantastisch wapen om terug te vallen. Daar heb ik ook een video over gemaakt. Ik vind het serieus een van de beste wapens om mee te beginnen. Alleen, nadat ik meerdere wapens heb gespeeld, merk ik dat ze eigenlijk allemaal wel goed zijn. Zo. Nog één kill voor de attack heli. Loop even deze kant op, close quarters. Maar was daar niemand? Als die hond even voor mij loopt en niet achter mij, dan heb ik er misschien nog iets aan. Ik ga even hier even rechts, zou ik zeggen, hier links kijken. Ja. Hoep, ik loop over te gaan. Hallo, waar zitten die enemies nou ineens verstopt, man? Ik heb het idee dat ik veel te lomp rondren. En dat ik daardoor mijn streaks niet kan halen, maar ik heb wel mijn chopper. En dat laatste ding... dammit, iemand anders heeft de chopper. Ik wil zeggen, dat laatste ding wat ik heb, die... Die is niet zo heel tof. Ik heb die al een keer gehaald. Die viel eigenlijk enorm tegen. Zo, ik heb ze alle twee. Het gaat best lekker voor live commentary, vind je niet? Ik vind het perfect gaan. Ik heb niks te klagen. En moet je eens weten, jongens. Ik heb net even gestopt met spelen, want ik had enorm lag. Ik wou voor jullie dit gaan recorden en ik had gewoon een verschrikkelijke connectie. Dus ik denk eventjes mijn internet reset en alles. Dus heb ik eventjes niet gespeeld. Dus ik denk, ik hoop dat het nou wel gelijk goed gaat. En ja, deze spawn, die is wel echt verschrikkelijk, hè. Nou, we gaan even zien. Oh shit, de match zit er bijna op. Ik zal even voor jullie de ding nog laten zien als het kan. Juist, dat kan nog. Hilo Pilot in action. Oké, okay, come on. Dit ding is een van de hogere streaks. Je hebt er helemaal geen zak aan. Nou ja, je hebt er natuurlijk wel iets aan, maar... Ik vind hem zelf niet helemaal heel erg fijn. Je ziet helemaal niks. En hij vliegt heel irritant. Kijk maar. Oh shit. Kom aan, kom aan. Als het goed zit de match er bijna op, want het is 10 deathmatch. En als ik hiermee ga schieten, dan zit de match gelijk op 20-1. Ik hoop dat jullie de gameplay leuk vonden. Dit was episode 1, ik weet het, is enorm kort. Maar dat heb je met 10 deathmatch. Het was een mooie match, volgens mij 20-1. Ik heb niet te klagen, is goed voor mijn KD. En hopelijk ook goed voor mijn win-lose. Want ik speel op vrij weinig 10 deathmatch. En mijn win-lose gaat enorm ver omlaag altijd. Omdat ik heel vaak momenten heb dat ik bijvoorbeeld een hele dag heel veel lag heb. En dan ga ik matches zoeken en dan is het lag. Dan moet ik heel tijd weer leven. Dan gaat mijn win-lose enorm van omlaag. Daardoor heb ik altijd een enorm lage win-lose. En als ik gewoon vaker Team Deathmatch speel, dat kun je bijna niet verliezen. Als je zo speelt als ik nu speel, in ieder geval niet. Dus ik hoop dat je de gameplay leuk vond. Als je de gameplay leuk vond, laat alsjeblieft een like achter.
En dan zie ik jullie waarschijnlijk bij de volgende episode. Sowieso. En dat is Cranked. Of misschien bij een andere random commentary die ik gewoon tussendoor een keertje upload. Dus tot dan en houden we.